Mijn naam is Adrien Dijkstra. We staan nu bij Autodijk in Dokkum. Ik ben sinds vorig jaar eigenaar van dit bedrijf, samen met een kameraad. En ik heb nog D'Angelo, pizzeria, restauranten, samen met mijn vrouw. Nou, in de oude situatie, als er iemand belde, dan gingen alle telefoons in het hele bedrijf rinkelen. En nu krijgen ze netjes een bandje te horen met een keuzemenu, zodat ze direct bij de juiste afdeling terechtkomen. En dat werkt gewoon een stuk efficiënter. D'Angelo hebben we bijna 3 jaar geleden overgenomen. In de oude situatie met de telefonie werd er gewoon gebeld. En als wij niet open waren, dan werd er dus ook niet opgenomen. Nu is het zo geregeld dat er een keuzemenu is. Ze krijgen eerst een bandje te horen met onze openingstijden. Vervolgens krijgen ze de keuze om een reservering te plaatsen. Dan toetsen ze een 1 en dan worden ze doorgeschakeld naar mijn mobiel. Nou, we zijn terechtgekomen bij Audiocom Zakelijk, omdat ik het bedrijf al heel lang ken. En ze hadden een hele passende oplossing voor ons in de vorm van Xelion. Nou, het voordeel van Xelion is dat die gesprekken worden opgenomen. Dus ik hoef niet alles direct op te schrijven of te onthouden. Bij openingstijd dan luister ik de reserveringen na en die geef ik door aan de bediening, zodat het keurig in de agenda komt. Nou, Audiocom denkt heel erg met je mee. Bijvoorbeeld ons restaurant is normaal gesproken op maandag gesloten. Met bepaalde feestdagen zoals paasmaandag zijn we wel geopend. Dan krijg ik van tevoren even een telefoontje of een appje van Adriaan. Paasmaandag zijn jullie toch geopend? Moeten we misschien even een andere tekst inspreken? Ja, dat meedenken is gewoon super fijn. En dat is ook de service die je bij Audiocom Zakelijk kan verwachten.